het filling pieces verhaal, want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Precies. Jou als ondernemer natuurlijk, maar vooral het brand dat je hebt gebouwd. Het verhaal hierachter was dat ik een paar schoenen zocht wat eigenlijk het gat vulde tussen Dior, Gucci, Louis Vuitton en dan het streetwear segment, Adidas, Nike. Het vergt wel even ballen. Hoeveel heb je ze gekocht? Rond de 6.000 euro. Hoeveel is er ingegaan? Tussen de 30.000 en 35.000 per stuk. Dus, die hebben geloof ik 13.000 paar schoenen moeten recallen, dus terug moeten halen. Dat is zo'n 13.000 schoenen en iedereen betaalt wat een paar honderd euro voor een schoen. Ja. Een rekenman. Dat is gewoon einde oefening, weet je wel, bijna. Yo! Hi man. JJ, hoe is het? Goed met jou? Goed je weer te zien man. Ja, dit is waar het allemaal begon, hè? Welkom, ja, waar het is begonnen. Magna Plaza. Filling pieces verhaal, want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Precies. Jou als ondernemer natuurlijk, dat vind ik interessant, maar vooral het brand dat je hebt gebouwd. Ja. Wat zijn jouw gedachten hierbij? Wat is hier allemaal gebeurd en wat heeft dit betekend voor jouw brand? Ik ben op, ik geloof dat ik 16 of 17 was, ben ik hier begonnen in een winkel als verkoper. Dat was mijn eigenlijk eerste serieuze baantje. En ik heb hier eigenlijk vooral veel geleerd qua hoe retail werkt. Weet je, hoe je met klanten om moet gaan, wat klanten belangrijk vinden, een product. Waar ze naar zoeken, hoe de pasvorm moet zijn. Tijdens deze baan ben ik toen begonnen met Filling Pieces. Ik studeerde nog. In de avonduren begon ik het merk te bouwen. Maar wel met de kennis van hoe je met mensen om moet gaan, hoe retail eruit moet zien. En eigenlijk een beetje de toekomst van, ja, wat willen mensen van een merk, wat willen mensen van een product. En hier heb ik heel veel geleerd. Niet alleen om hard te werken, maar ook om meer achter te komen wat klanten willen. En dat toegepast in Filling Pieces. En zo begonnen. En Filling Pieces, als je dat kort kan omschrijven voor de mensen die het niet kennen. Wat is Filling Pieces en wat doet het? Filling Pieces is een modemerk van Amsterdamse grond, van Amsterdamse trots. En wij maken eigenlijk producten die het gat vullen tussen het streetwear segment en het high-end segment. En daar proberen we in te excellen. En dus ook met het merk mensen samen te brengen van verschillende achtergronden, culturen. En ook verschillende disciplines in het merk samen te brengen. Dus noem het over alle soorten designdisciplines, dat proberen we bij Filling Pieces te doen. Ja, en ik ga vandaag mee. We gaan even een kijkje nemen in je grootste winkel. Ja. Je hebt nog een mooi project aan het eind, waar je heel veel tijd en energie in hebt zitten. Heel veel tijd en energie, maar ik wil vooral veel leren voor jou als ondernemer, ook voor de mensen die aan het kijken zijn. En ook wel een beetje weten hoe het is om zoiets groots te leiden en daar een soort van tussen haakjes de baas van te zijn. Precies. Maar ook hoe hard je op je bek bent gegaan, want dat zal ook wel gebeurd zijn. Zeker weten, zeker weten. De ambitie van Filling Pieces, is dat om een wereldwijd brand te worden? Ja, dat is onze missie. Ja, en dat heeft heel veel tijd nodig en heel veel hard werken, maar ik denk dat we goed op weg zijn en we moeten het voorbeeld zijn voor vele jongeren. We hebben toch een paar brands uit Amsterdam waar we trots op mogen zijn, hè? Ja. Ik kijk uit, laten we naar de winkel gaan. Doen. Ja. Het is grappig dat ook echt om de hoek zit. Dus vanuit het nieuwe kantoor en de winkel kijkt het pand uit. Sick. Dit is een van de twee shops. Ja, dit is de flagship store. Dus dit is onze grootste winkel. Ja. Eigenlijk zeg maar echt het vlaggenschip waar we de hele collectie kunnen laten zien. Maar ook events doen, panels, workshops. Dus we proberen echt een plek in de stad te hebben waar iedereen zich welkom voelt. En waar we meerdere kanten van het merk kunnen laten zien. Ja, dat is wel heel duidelijk ook echt midden in de stad. Ja, hè? Had je. Holy shit. Hoe gek is het als er iemand daar staat af te rekenen en jij gewoon weet, dit ben ik al begonnen. Het blijft een bijzonder gevoel. Vooral mensen te zien hoe ze je product aandoen en passen. Ja. Het hele verhaal, wat we natuurlijk vertellen vanuit de winkel, dat ze dat begrijpen en dat ze dat waarderen. En dan uiteindelijk iets kopen, dat is wel bijzonder. Weet je, als je online dingen koopt, je ziet de orders wel binnenkomen, maar je ziet niet echt hoe mensen hun reactie is. En dat is leuk om in de winkel die fysieke experience te hebben en te zien hoe het gaat. En voor mij is het wel leuk om ook echt in de winkel te staan. Vaak op vrijdag of zaterdag sta ik in de winkel. En dan probeer ik mensen ook het verhaal te vertellen en ook echt uit te leggen wat we doen. En dan zie je wel van, oh wauw, weet je, de persoon die het heeft gestart of de persoon die het heeft ontworpen staat in de winkel. Wil je voor mij één stuk tussen uitpakken? Maar niet uit of het schoenen zijn of kleding. Ja. Wat voor jou echt iconisch is, waar jij nog steeds als je binnenkomt, waarvan je denkt, hé, dat wil ik zelf aan. Dan ga ik er twee pakken. Ja.
Ja, die is iconisch. Ja, die padded hak, die tong, dat was wel echt herkenbaar Philip Pieces. Ik krijg altijd DM's, ik heb een nieuw kledingmerk gestart en wil je het dragen, kan je er wat mee doen? Denk ik, ja, maar ja, dat wil ik best doen, maar je hebt nu gewoon een t-shirtje, dat snap ik. Maar wat is het verhaal en hoe doe je het? Ja. Ja, het verhaal hierachter was dat ik een paar schoenen zocht wat eigenlijk het gat vulde tussen high-end, dus Dior, Gucci, Louis Vuitton en dan het streetwear segment, Adidas, Nike, het atletische. En ik kon daartussen weinig vinden, dus een schoen die wel sportief eruit zag, maar qua kwaliteit wat hoger lag dan de onderkant, zeg maar. Ik denk dat bij een hoop dingen. Dat ik denk, oh, ik mis dit. Ja. Maar als je 19, 20 bent, dan denk je niet, oh, ik mis wat tussen Louis Vuitton en Nike in. Nee. Laat ik het zelf gaan maken. Ik had echt het idee van, ik zoek iets wat er niet was. En toen dacht ik, oké, dat kan best wel interessant zijn. En ik ging langs winkels en toen dacht ik, weet je wat, ik studeer architectuur, daar leer ik ontwerpen. Mm-hmm. Ik ga gewoon de eerste schetsen maken. Had ik de eerste schetsen en toen begon ik dus met die tong, waar je broek achter doet, dat je de hele schoen ziet. Die padded hak, die dan meer dat luxe uitstraalt, zoals bijvoorbeeld bij een Chanel bag of zelfs in de auto-industrie, dat je die padding, weet je, die quilting in die stoelen hebt, wat echt luxe uitstraalt. En wanneer kom je dan op het niveau dat je denkt, ik moet dit laten maken? Nou, dat was eigenlijk het moment dat ik een beetje de final schetsen had en geloof me, die zagen er echt niet uit zoals er nu uitzien. Ik had wat geld gespaard, ik werkte in een kledingwinkel. Met dat spaargeld ben ik gewoon de eerste sample gaan maken. Dus ik op computer googelen how to make a shoe or where to produce shoes. En toen kwam ik best wel snel op wat websites van suppliers die mij wilden helpen. En toen begon ik met de eerste 50 paar schoenen en die waren echt binnen 2 weken weg. It takes courage, dus je moet echt de moed hebben om iets te doen. En soms moet je ook gewoon zeggen, fuck it, ik begin gewoon, weet je. Ja. En alles wat ik heb kan ik verliezen, maar ja, als ik het niet probeer, dan heb ik sowieso niks. Maar het blijft wel bijzonder om het zo in je handen te hebben en vooral om mensen te zien dragen. En ja, vooral, super ja, en vooral om zoveel verschillende mensen te zien dragen. Ja. En dat is denk ik het grootste compliment wat je kan krijgen als designer. Ik zou elke keer het gevoel hebben van, oh, ik moet even iemand die op mijn schoenen loopt bedanken dat je ze hebt gekocht. Soms spreek ik ook mensen aan van, toffe schoenen en dan, weet je wel. Niet om te doen, whatever, maar meer om gewoon te laten zien van, ik respecteer het, dit is het verhaal erachter en het blijft leuk. En daarnaast hebben we nog een andere schoen. Ja? En dit is een heel nieuw segment wat we eigenlijk aan het aanboren zijn. Dat is meer dress shoes. En dit is dus eigenlijk een hele klassieke loafer met een leren gestekte sol en de Surinaamse handshaker ring, omdat ik zelf uit Suriname kom. Maar dit is wel echt een statement. Dit is wel echt een statement, ja. Dit is er eentje, daar moet je best wel ballen voor hebben om hem precies, te dragen. Precies, Defano zou dit dragen, DJ La Fuenta zou dit dragen, denk ik. Ja, 100. En ik zelf ook soms, maar het hangt er helemaal van hoe je het stijlt. Hey, boven is waar het allemaal gebeurt, hè? We gaan nu naar boven, dan kan ik even laten zien hoe het hele proces gaat. En ik denk dat jij ook een schoen gaat ontwerpen. Oh, dat zou... Een one of one. Oh, nou, dat weet ik niet. Eentje speciaal voor jou. Wordt wel meteen de best verkochte dan. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat ik ineens een hele nieuwe lijn met jouw kennis. Ja, dit is ons kantoor. Vanuit hier wordt eigenlijk ook alles ontworpen en geproduceerd. Goed uitzicht. Als je al deze samples ziet, hè? We zijn allebei weer 19 en we beginnen overnieuw. Ja. Hoe zou je dan, wat zou je anders doen? Ik denk dat we best wel wat fouten hebben gemaakt. Waar ik heb nooit regrets. Maar ik heb wel vaak, als ik het anders kon doen, had ik het anders gedaan. Maar we hebben bijvoorbeeld in het verleden best wel heel veel nieuwe silhouetten in een seizoen gebracht. En het is gewoon moeilijker om dat op de juiste manier te marketen. Weet je. Je hebt een bepaald marketingbudget, een bepaald team. Dus elke keer weer een nieuw merk eigenlijk wat je... Ja, wat je opnieuw moet doen. Weet je. En het takes time. Weet je. Het neemt echt tijd in beslag voordat de eindconsument het kent, herkent en koopt. Er is een oud marketing gezegd dat een consument moet een product of een beeld 60 tot 80 keer zien. Of een interactie hebben voordat ze uiteindelijk... tot kopen gaan. Dus dat proberen we met online advertising, met campagnes, met collaborations en met fysieke zichtbaarheid van producten in winkels. Proberen we dat wel echt op de juiste manier te doen. Weet je, voor de rest zijn we super blij met de mensen die op kantoor zitten. De verschillende soorten characters eigenlijk die helpen om dit bedrijf te laten groeien. En dan heb ik het echt over, weet je, van customer care tot en met design. Weet je, er zitten zoveel dingen achter en je hebt natuurlijk ook echt een apparaat nodig van mensen die zorgen dat de day-to-day business doorgaat. Weet je, de designers krijgen vaak de fame, maar het is het hele bedrijf natuurlijk ook voor zorg die dat is een beetje als ik. Ik sta een beetje te praten, maar voor de rest nog nooit een edit aangeraakt. Je kijkt hiernaar, dit is weer de volgende fase. Ja. Dus je bent nu 20 en je mag nog één ding tegen jezelf zeggen voordat je weer aan deze journey begint. Wat zeg je dan? Toch meer in mezelf geloven. Ja? Ja. Er zijn zo vaak dingen die misgaan of... Weet je, feedback die je krijgt, maar als je in jezelf gelooft en wel blijft luisteren aan anderen, dat is heel belangrijk. Ik heb altijd zoiets van, wie je ook bent, ik kan altijd leren van een ander. En dat is wel echt iets wat ik ook iedereen die nu begint mee wil geven van, blijf
hongerig en blijf leergierig om verder te komen. En blijf netwerken, weet je wel. Netwerken is niet te zijn dat je naar een netwerkborrel moet, maar blijf met mensen connecten, weet je wel. Maar hoe onderscheid je het in jezelf geloven van de mensen die jou een hoop vertellen, waardoor je toch gaat twijfelen? Hoe zet je die barrière daartussen, dat je toch dat blijft houden? Dat is het moeilijke. Ik denk dat het ook heeft te maken met toch wel, weet je, gut feeling en veel ervaring opdoen. En ook al als je jong bent, kan je alsnog heel veel ervaring opdoen. En weet je, je kan naar heel veel mensen luisteren en dingen als een spons absorberen. En vanuit daar moet je curaten, je moet kiezen wat voor jou toepasbaar is. En ja, dat is een skill die je moet hebben of wat je aan kan leren. Dus het niet meteen tot harte te nemen. Je kan er naar luisteren, zeker, maar het hoeft niet meteen iets te zijn waar je ook door gaat bewegen en op gaat reageren. Precies. Exact dat. Zullen we gaan ontwerpen? Ja. Laten we een schoen pakken die jij het meeste voelt. Ik vind deze heel dik. Heel dik. Maar ik vind bijvoorbeeld ook... Ja, ik vind deze ook vet. Maar we moeten wel een beetje ballen tonen, toch? Want moet je nagaan als we nu per ongeluk iets vets ontwerpen en ik gewoon straks tegen hem zeg aan het einde van de dag: 40% is voor mij. Dat ik ineens een fucking dikke fashion designer ben. Wat absoluut niet gaat gebeuren, maar het is wel... Ja, ik vind het vet. Maar al die soorten solen. Ik zou wel een beetje in paniek raken van alle keuze. Ik heb wel eens echt een misser gemaakt. Ja, zeker. Ja, we hebben ooit een schoen gemaakt. Dat was toen de tijd in onze collectie een bestseller. We dachten, weet je, we gaan even out of the box. We gaan een schoen maken van een synthetisch materiaal. En we maken een sample. Zoals eigenlijk elk product wat we maken, testen we dat. We hebben een soort lab die het materiaal test, microscopisch bekijkt hoe het in elkaar zit. En dat is allemaal cool, allemaal goed. En we verkopen de collectie een half jaar van tevoren dus aan winkels. Dus winkels komen langs en die zeggen van, hey, we willen die pieces. En dat bleek dus een bestseller te zijn. Nou, vervolgens gaan wij dus die grotere productie draaien. En we bestellen dat materiaal bij die supplier. Het materiaal komt binnen, we leveren die schoenen uit. Doorverkoop is echt heel goed, want dat was een hele unieke schoen toentertijd. En na 1 of 2 weken kregen we de eerste faulties. Dat is een schoen die stuk is terug. Nou, eerst dacht ik van, ja, shit, kan gebeuren. En op een gegeven moment kregen we er meerdere terug van één kleur. Toen hebben we, geloof ik, 13.000 paar schoenen moeten recallen. Dus terug moeten halen. Dat moet je voorstellen, dus klanten die voor het eerst je merk kopen, dat is gewoon een einde oefening, weet je wel, bijna. Dat is wat mensen niet weten. Het is heel persoonlijk. Je hebt heel hard gewerkt om mensen te kunnen overtuigen van het feit dat ze jouw product moeten kopen. En dan gaat het stuk. Ja. We hebben er ook wel echt heel veel geld verloren. Echt heel veel geld verloren, maar ook vertrouwen hebben we verloren van verkoop. Dat is nog belangrijk. En ja, ik vind het altijd heel goed om ook te praten over dingen die niet goed gaan en daar heel open over te zijn. Want er zullen ondernemers zijn of mensen die willen starten, die hier naar gaan kijken. Misschien in zo'n moment zitten. Dat is zo'n 13.000 schoenen en iedereen betaalt wat een paar honderd euro voor een schoen. Ja. Nou, reken maar om. Ja, het gaat over heel veel geld. Ja, je hebt ook wel eens een mazzeltje gehad, toch? Ja. Je hebt ook wel eens gehad dat ik weet niet van wie ik dit verhaal hoorde, maar dat er een keer verfspetters op een schoen. Ja, uiteindelijk kwam de productie binnen en dat zag er allemaal heel goed uit. Al die lappen leer kwamen binnen. Dit is een beetje de laatste fase van de productie van een schoen. En dat zag er nog allemaal heel goed uit. En het moment dat ze dus de schoen leesten, dus dat betekent er komt een leest in. Er wordt de bovenkant over die lees getrokken door een machine en dan komt de solder op. En bij het trekken van het leer, dat patroon ging eruit. Dus op sommige stukken zag je het wel, op sommige stukken niet. Wij dachten, wat moeten we doen? Al dat leer was gesneden, dus je kan niet even aankloppen bij die leersupplier van hey, er is iets mis, alles was al gesneden. En toen werd ik op een gegeven moment, in het midden van de nacht werd ik wakker. Dat is een echt verhaal, dit is geen bullshit. Met het idee, we moeten die schoenen gewoon camoufleren. Het leer was gewoon goed, alleen het patroon was eruit. Ja. Maar ja, hoe krijg je het patroon terug in een schoen? We gaan dat met verfspetters, gaan we het allemaal kleurencombinaties erop maken. Er kwam er één kleurencombinatie uit. Toen zat ik dus in de fabriek. En het was een hele toffe schoen. En dat is ook een beetje de era waar we nu in leven met Instagram. Je kan heel veel testen. Je kan heel goed van tevoren testen, is er animo voor een product? Ja, want je gooit hem online. Gewoon online. De likes kwamen binnen, de comments kwamen binnen. When is this releasing? Wanneer komt het uit? Waar kan ik het kopen? Hoeveel gaat het kosten? Weet je, van die zoveel, 1000 paar, misschien moeten we er een paar eventjes produceren. Laten we er 200 produceren. Die persoon die dat project leidde, die had het verkeerd begrepen. Die dacht, laten we er 200 overhouden en de rest allemaal verspetten. Dus ik krijg foto's van de fabriek in Portugal en ik zie zoveel paren schoenen. Ik dacht, dat zijn er niet 200. En uiteindelijk is dat dus weer een gelukje geweest, waar je het net over had. Die schoen was een van onze bestsellers. Was echt binnen een paar minuten was die hele schoen uitverkocht.
alle retailers blij. En toen kwam de vraag, ja, kunnen we meer maken? En toen hebben we gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Ja. We houden de vraag hoog. Hey, maar dan ga je, ik wil een schoen ontwerpen. Ja, eigenlijk elk patroon in de schoen kan in een andere kleur. Dus je hebt best wel veel keuzes. Wow, te veel keuzes. Wat is je lievelingskleur? Blauw. Oh, dat is wel sick. Ik ga jou verrassen met een paardje. Hé hey man, dat zou ik echt hard vinden. Zo. Hey, ik wil nog even wat meer weten over die Fiat Panda's. Ja. Want daar, ik zag dit voorbij komen. Ja, dat is een van de samples, klopt. Ja, maar die heb je niet uitgebracht deze? Nee, nee, het kwam net ongelukkig uit met het seizoen. Ja? De collectie kwam in het voorjaar uit en het is wel echt een beetje een winterschoen. Ja. Maar dit is dus een schoen die gebaseerd is op design van de auto's. Mm-hmm. En we gaan zo die kant op. Dan kan ik je even de auto's in real life laten zien. Maar deze schoen past bij de auto's? Ja, we hebben dus dezelfde materialen en kleuren gebruikt zoals in de auto's op de mm-hmm. schoen. En dat proberen we bij Feeling Pieces te doen, om echt die brug te slaan tussen verschillende mensen, culturen, maar ook disciplines. Dus ja, verschillende ontwerpdisciplines. En ja, hopelijk ga je het tof vinden, maar dan kan je ook zien hoe wij als Feeling Pieces zijnde een auto zien. Op weg naar Oestgeest? Oest. Ja. We gaan racen. Kijk, jij wie spreekt erin het aankomt. Ook niet uit, hè? Oestgeest. Godver. Ja. Oké. Okay. Van Amsterdam naar Oestgeest. We zijn er. In de GT3. Linkerbaan. Ja. Is dit je daily? Nee, niet mijn daily. Nee? Nee. Nee, voor special occasions en weekenden. Ja. Nee, het is een hele fijne auto. Ja. En hij is gewoon heel netjes. Op goed, een hele fijne auto, gewoon GT3. Fucking dik. Maar binnen staat het echte werk. Binnen staat het echte werk, ja. Nou, we zijn bij Differs, jongens. Dankjewel. Oeh. Asi. En koffie. Yeah, I'm watching the rise. And I wouldn't say I'm shocked, cause I'm hardly surprised. This one's for the ride. This one's for who knew I make it, just needed some time. This one's for my wife. Could have left 1,000 times just so by my side. This one's for the grind. I knew it would happen, just had the strength in my mind. Dankjewel voor de uitnodiging. Hoe is het? Goed, goed. Ja? En jullie? Goed. Ja, heel goed. Hey, even, als jij dan een opdracht binnenkrijgt, hè? En ze zeggen, ja, we gaan twee Fiat Panda's ombouwen. Zeg ik, let's go. Ja, echt niet. Ja, zeker wel. Is dat het eerste dat je dacht? Nou ja, het is natuurlijk een iconische auto, ja. Dus dat maakt het wel heel leuk. En zeker op de manier waarop we het besproken hadden, ja. Met een bespoke interior en ik ken een beetje zijn kleding, dus ik dacht, nou, dat gaat wel heel leuk worden, ja. En naast het iconische lijnen van de auto, vond ik het ook leuk om een verhaal te vertellen wat eigenlijk toegankelijk is voor heel veel mensen. Mm-hmm. De Fiat Panda werd zo breed gereden door boeren, maar ook modellen en 18-jarige kids die als eerste een auto kregen. En dat verhaal vonden we leuk omdat het heel veel mensen aanspreekt. Tot in detail zien ze er goed uit, hè? Het is echt, het is nou, ook het interieur, het klopt helemaal gewoon. Maar hoe druk maak jij je dan hierom? Is dit iets waar je echt nog persoonlijk heel veel mee bemoeit? Het is heel erg een passieproject geweest. En natuurlijk, het is op een grote schaal werken. Maar aan de andere kant hebben we ook natuurlijk bij Feeling Pieces de daily dingen die heel veel tijd in beslag nemen. Maar dit komt zo erg uit passie dat ik er wel echt... Ja, we zijn er 2 jaar lang mee bezig geweest. 2 jaar lang? Ja. We gingen gewoon om de tafel, wat willen we mee bereiken? En we moesten ze zoeken, want ja, een 4x4 dat rijdt niet eigenlijk hier rond in Nederland. Je ziet ze voornamelijk in Italië. Dus jullie hebben de auto's ook uit Italië gehaald? Ja, zeker. Ja. Wauw. Dus ja, eentje komt echt bij een boer vandaan, die stond in zijn schuurtje nog. En dan begint het helemaal, dus dan komen ze hier naartoe en dan staan ze hier. En dat was ook nog met COVID natuurlijk, even hoe ga je ze het makkelijk hier naartoe krijgen. Maar ik hoor wel dat het ook een beetje pijn deed, het was wel moeilijk. Wat voornamelijk grappig is, je ziet echt een heel groot verschil tussen Italiaans en Duits. Dus Porsche is gewoon recht toe, recht aan, je weet wat je krijgt. Dus ja, je krijgt de onderdelen binnen en daar ga je mee aan de slag. Ja, wat een Porsche bumper kost? Nou ja, het ligt eraan het model, maar laten we zeggen een paar honderd. En deze bumper kost? Ja, 19 euro. Ja, dat maakt het natuurlijk wel leuk. Alleen als je daarna 2 uur moet spenderen om een goed passend mooi te krijgen. Dan wordt hij vanzelf 300 euro. En ja, bijna niks paste. Maar dat is wel een beetje zoals met kleding, daar mist toch ook vet. Hè? Je verzint iets, ja,
En daarna ga je passend maken. Precies. Toch? Precies. Ja, zo werkt het precies. Dus het klopt wel. Ja. Wat betekent dit voor het merk? Hoe belangrijk is dit dat je dit soort projecten blijft doen? Ik denk een mijlpaal, omdat we op een ander object dan een schoen of een kledingstuk hebben kunnen werken. Maar daarnaast dat we ook gewoon die brug kunnen slaan tussen de verschillende disciplines. Of het nou fashion design is, in dit geval automotive. Dat we kunnen laten zien dat onze design disciplines op veel verschillende industrieën en manieren te zien zijn. Ja. Het vergt wel even ballen. Het vergt ballen, ja. Dat je er 2 jaar over hebt gedaan. Hoeveel heb je ze gekocht? We hebben ze uiteindelijk gevonden voor rond de 6.000 euro. En hoeveel is er ingegaan? Tussen de 30.000 en 35.000 per stuk. Hey, dan heb je zo'n project heb je afgerond, hè, jongens, en dan is het tot in detail gelukt. En wat ga je er dan mee doen? Ja, kijk, we hebben er uiteraard 2 gebouwd. Ja. De gele is al verkocht. Die is al verkocht? Ja, dus deze hebben we niet met winst verkocht. Eigenlijk gewoon break-even gespeeld. Ja. Dus dat is wat betreft de gele. Deze nog te koop? De blauwe is in principe gewoon te koop. Echt? Ja. Maakt me gek. 2022, filling pieces, Divers Group, 1 uit 1. Ja. Nou, wat je dus ook kan zien eigenlijk hier, dat zijn dus de items die we hebben geproduceerd erbij. Dat je het leren dergelijks, allemaal dezelfde kleur. Kijk dan. Kijk, dat is dus... Dit vind ik dus echt vet. Dat vind ik echt sick. Dat je gewoon dus het helemaal kloppend maakt. Met die collectie ja, erbij. Man. Ja. Kijk, dit is precies het interieur. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen op de een of andere manier. Dat alles gewoon klopt. Dus je verzint iets en dan laat je het gewoon terugkomen. En is dan die driver's cap met een soort iconisch... Sick. Ja, afbeelding van de auto zelf. De hele achterbank is 1 grote jas. Maar je bent een fashion, een imperium aan het bouwen. Al jaren. Waar stopt het? Je doet dit soort dingen. Ja. Wanneer ben je tevreden? Wanneer denk je bij jezelf, dit is het? Ik denk dat ik nooit echt tevreden zal zijn. Want er zijn zoveel dingen waaraan we nog kunnen werken. En er zijn zoveel projecten die we graag nog zouden willen doen als filling pieces zijnde. Maar dit is wel echt een mijlpaal waar we heel blij mee zijn. Ja. En ja, als ambitieus persoon, jij bent precies hetzelfde. We hadden het er net over van, je wil altijd maar nieuwe dingen blijven doen. Ja. Ik heb wel geleerd nu in de 10 jaar plus dat we bestaan van, sta stil aan het moment. Blik ook eventjes terug van waar we vandaan komen. Kijk naar oude foto's van hoe het was toen we in de garage stonden om schoenen in te pakken. Waar we nu staan en ik denk dat, gratefulness is gewoon super belangrijk, beseffen waar je staat en dat moet je dan ook weer motiveren om verder te gaan. Ja. Wat was een van die momenten waarop jij dacht bij jezelf, shit, wat ik met filling pieces aan het doen ben, dat gaat echt serieus worden. Er is altijd één divine moment waarvan jij dacht... Dat is één moment volgens mij in 2012 of 2013, ik geloof dat het 2013 was. We hadden al een aantal jaar dat we designs deden, het was echt super, super klein nog in het begin. En toen deed ik alles nog zelf, dus je moet je voorstellen inpakken met vrienden, familie. Schoenen in mijn moeders auto proppen en dan die schoenen leveren. En ik kan me nog herinneren dat ik die schoenen naar een winkel reed. En ik was een beetje laat. En 10 uur zou de winkel open gaan. En er stond gewoon een rij met allemaal ouders. Want die kids waren aan het voetballen, aan het hockey, whatever. Die ouders stonden in de rij te wachten tot die schoenen binnenkwamen. Dus ik kwam aanrijden. Die eigenaar is in de winkel een beetje geïrriteerd. Wel blij, maar een beetje geïrriteerd. En ik doe die kofferbak open. En die ouders lopen gewoon in die auto om te helpen met al die dozen de winkel binnen te brengen. Om die schoenen voor die kids te krijgen. Dat was denk ik 2012, 2013. En dat was wel het moment dat ik dacht van, okay, laat ik zo snel mogelijk mijn studie afmaken. En hierop focussen. Ja. Ja. En er zijn natuurlijk along the way heel vaak momenten geweest dat ik ook dacht, ik kap ermee. Ik bedoel, daar moet ik ook heel eerlijk over zijn. Ja, dat maakt dit project zeg maar nog persoonlijker en nog meer met passie. Ja. Dat hebben jullie echt goed gedaan. Dankjewel, dankjewel. We gaan nog even genieten van de ouders. We gooien nog even wat shots naar jullie toe. Komen ze. Het was weer een aflevering van Selfmade. Speciaal gemaakt voor jullie hier op Day One. En het is fijn hè, om met topondernemers te praten en te leren. Ik hoop dat jullie ook wat leren, net als ik. Daarom maken we deze afleveringen. Vergeet niet te abonneren. Laat nog even in de comments weten welke ondernemers jullie nog meer in deze serie willen zien. Want misschien gaan we daar wel langs. Dit was voor vandaag. Tot later. Ciao.